eerste bewoners, de Nassau's. Dag, eenvoudige burger. Mijn naam is Willem-Adriaan van Nassau-Odijk, achterkleinzoon van Willem van Oranje en achterneef van de huidige baas in ons land, stadhouder Willem III. Als onderdeel van mijn opvoeding heb ik een reis naar Frankrijk mogen maken. In Parijs zag ik de plannen voor Versailles en nam ik mijzelf voor ooit ook zo'n prachtig huis te laten bouwen. Als plaatsvervangend stadhouder in Zeeland verdien ik een bescheiden bijdrage. Aan geld heb ik dus geen gebrek. Mijn huwelijk met Elisabeth heeft trouwens ook de nodige middelen opgeleverd. Tja, je trouwt natuurlijk niet alleen voor de liefde in mijn kringen. In Den Haag bezit ik al een mooi pand naast het Mauritshuis. Maar ik wil meer. Ik wil gigantische tuinen, strak en symmetrisch, met wandelpaden en fonteinen. Een gigantisch huis, voorzien van de modernste technieken, zoals het eerste schuifraam van Nederland. Ik kies voor Zeist, want ik ken het gebied. En het bouwmateriaal kan via de Zeister Grift tot bijna in de achtertuin komen. En bovendien ligt mijn huis zo mooi op de route van Den Haag naar het Loo. Dus ik ben verzekerd van belangrijke gasten. Kortom, ik bouw een lustoord dat zijn weerga in de Lage Landen niet kent. Wees welkom. Wat leuk dat je vandaag een kijkje komt nemen. Veel plezier!